Hallo, ik ben Willibert Burger van Pottenbakkerij De Vogelpot in Maurik. En welkom, ik wil jullie vandaag wat laten zien van wat ik maak en hoe ik lekker bezig ben hier. Ik maak vooral tuinkeramiek, potten voor dieren, voor vogels, voor insecten, vleermuizen, egels, van alles. Alles wat met een potje kruipt, daar heb ik wat voor gemaakt. Bijvoorbeeld een mezenpot van 2 kleuren klei deze. Die klap ik eigenlijk gewoon witte klei en een rood bakkende klei klap tegen elkaar aan. Even goed kneden. Nou ja, niet te veel, want dan blijft er van de draai niks over. Zet je op de schijf en draai ik een mooie pot van. Of ik maak bijvoorbeeld de vleermuispot. Dat is deze. Hier aan de onderkant kunnen ze naar binnen toe. Veel insectenpot op allerlei manieren. Lieve heersbeestjes, oorwormen, we gaan allemaal graag in een potje. Stro erin. Ik noem het een lieve heersbeestjeswoning. En in de tuin, klaar. En voor vandaag wil ik jullie ook een schotel laten zien. Een schoteltje draaien. Ik hou van series draaien. Ik maak korte series, maar wel veel lekker doordraaien. Heel veel klei gebruiken. En dat laat ik je zien hoe dat lekker snel kan, maar ook goed kan. En ik laat je zien de grote vogelpot die gemonteerd is uit 3 verschillende delen. Onderkant, een neus en een deksel. En natuurlijk de achterkant opengesneden. Veel plezier. Ik hoop dat jullie net zo gaan genieten als ik. Altijd weer lekker om een vers pak klei open te snijden. Ik werk tegenwoordig met de 254 van de Creaton. Het is een echte draaiklei, maar wel met een chamotte. En de klei breng ik zelf een beetje samen door wat andere klei doorheen te mengen. Dit is om een klei spikkel in de klei. Ik verwerk per jaar zo'n 5 ton klei. Het zijn hele pakketten, dat kun je allemaal met de hand kneden, maar dit is natuurlijk onzin. Dus ik heb een Shimpo Dry, een pukmil, die het grote werk voor mij doet. Ik werk met dezelfde hoeveelheden, dat is makkelijk, omdat ik ga series maken. En daarvoor heb ik een klein harpje gemaakt, gewoon van een stukje waterleidingbuis, niks bijzonders, met wat draadjes erheen, maar wel op een vaste afstand. Die leg ik over mijn klei heen. Ik druk hem erop. En ik heb allemaal even grote stukjes. Ik zal je laten zien hoe je series draait. En in dit geval maak ik een bordje. Je kunt ook een dekseltje maken. Hetzelfde hoeveelheid klei. Maar ook de goede maat aangeven. Dus ik heb even een stokje met de maat erbij gezet. Je centreert hem. Je maakt hem plat. Wat belangrijk is, is dat je de bodem heel goed aandrukt. En dat doe ik eigenlijk van buiten naar binnen. Als je het leuk vindt, kun je nog een ribbeltje erin maken. En een spons de rand goed doen. De onderkant even bijwerken, dat je daar goed onder komt. En dan de draad erlangs. Het leuke van deze manier van draaien is dat je eigenlijk niet op een plankje hoeft te draaien. Want zoals je zult zien, schep ik de schotel van de klei af, van de schijf af. Dus ik pak hem in één keer op en ik leg hem neer zoals hij in mijn hand gekomen is. Dus door zachtjes te draaien, pak hem op en ik leg hem neer. En dan valt de vorm
in dezelfde vorm die die geweest is. Als je gaat draaien, moet je eerst centreren. Centreren betekent dat je hem echt goed de klei in het midden zet. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door zelf in het midden te zitten. Dat betekent dat je eigenlijk zelf gecentreerd moet zijn. Je werkt vanuit je eigen lichaam en je moet goed ademhalen. Dat betekent dat je echt diep in je buik adem moet halen. En vanuit die adem krijg je kracht om die klont te centreren. Als je vanuit je schouders werkt, dan lukt het niet. Dan krijg je alleen maar spierpijn. En het is geen krachtsport, het is techniek. En de techniek zal ik je laten zien. Ik druk hem eerst even naar beneden, die klont. Gewoon om hem vast een beetje in het midden te krijgen, om een beetje mee te spelen, een beetje te voelen. En vooral ook dat hij niet wegschiet. Onderkant hou ik steeds bij met mijn duim. Bij het centreren schep ik de klont klei omhoog. Dat doe ik met de muis van mijn rechterhand. Maar ondertussen druk ik met mijn linkerhand er tegenaan. En de kracht haal ik eigenlijk vanuit de heup van mijn linkerheup. Ik druk hem naar voren en ondertussen schep ik hem met mijn rechterhand die klei naar boven. De linkerduim blijft erop liggen. En wat belangrijk is dat je heel langzaam ontspant. Eigenlijk is het een dubbele handeling. Je zet kracht, je duwt een beetje tegenaan, je laat je spieren los en dan laat je pas de klei los. Nu mag die klont naar beneden. Dat doe ik door de muis van mijn rechterhand erop te zetten, maar vooral door hem met mijn linkerhand naar voren te drukken. Heel langzaam loslaten. Onderkant hou je bij. En ik laat het nog een keertje zien. Druk hem naar voren, schep hem omhoog met de rechterhand, duim erop, heel langzaam loslaten. En het naar beneden gaan, dat is erg belangrijk, doe je niet door hem naar beneden te drukken, maar dat doe je door hem naar voren te drukken. Vanuit de heup van je linkerkant, met je linkerhand, druk je hem naar voren. Ik doe het even zonder die rechterhand, dan kun je zien wat er gebeurt. Ik druk hem naar voren en hij zakt eigenlijk vanzelf in elkaar. Heel langzaam loslaten. Ontspannen en loslaten. En je kunt ook nog een beetje bijcentreren, noem ik dat maar eventjes. Met twee handen, twee armen, contact zoeken met je lichaam. Goed doorademen. Alsof je op de yoga zit. Handen er tegenaan en je drukt hem naar voren. Eigenlijk zijn je vingers dicht, maar ik laat ze even open, kun je zien wat er gebeurt. Ik druk hem eigenlijk schuin. En als ik het nou snel loslaat, dan is het dit. Ik denk dat hij schuin gestaan heeft. Maar ik laat hem niet snel los. Ik ga hem heel langzaam loslaten. En die klont kan niet anders door de draaiende beweging dan in het midden te blijven hangen. Deze klont staat gecentreerd. Ik ga een vogelpot voor jullie maken. Vogelpot natuurlijk, kan niet anders. Specialiteit. Ik heb heel veel verschillende soorten. Grote, kleine. Nou, moet wel een vogeltje in kunnen. Hè? Moet er mooi uitzien en het moet werken. Dat is de bedoeling. Om hem lekker aan de muur te hangen, maar ook om hem, ja, dat het vogeltje er graag in ziet. En dit wordt een samengestelde vogelpot. Dus maak een onderkant. Ben ik hem even aan het draaien. En dan komt er een losse neus op. Dichtknijpen doe je met veel vingers eromheen. En weer een beetje ophalen. Laatste stukje dicht. Het fijne aan een dichte vorm is dat je nog een beetje kunt duwen. Een beetje aan de vorm kunt werken. Nu ga ik de deksel draaien. Maar voordat ik daarmee start, maak ik eerst even de neus, eigenlijk het aanvliegstokje van het ontwerp van deze vogelpot. Kan ik er straks mee opplakken.
Zo, die staat vast klaar. Ik splits de klei in tweeën. Een deel voor de grote toeter. Andere deel voor de deksel zelf. Middenstuk centreer ik nog even. Gaatje erin. Helemaal tot de bodem. Open trekken. De rand bijwerken. En mijn specialiteit is draairingen erin, dus die maak ik gewoon lekker eventjes voor string. Het mag niet altijd recht zijn bij mij, dus ik trek hem ook nog een keertje scheef. En aan de onderkant vraagt deze vorm om een ribbeltje. Gewoon versiering, hè? Niks bijzonders, maar wel leuk. Omdat die ronde onderkant rond is, of eigenlijk is dat dan straks juist de onderkant, of de bovenkant, kun je die niet normaal op de draaischijf zetten. Dus ik heb even een klok gedraaid en daar plak ik wat klei in. Biscuit gebakken, pot. Hou je afdraaijzer goed vast, hè? Kort. Contact zoeken tussen twee handen als het mogelijk is. Gaatje aan de onderkant. Sowieso moet dat natuurlijk bij een holle vorm. En de platte achterkant. Achterkant van de vogelpot moet je bij kunnen. Twee redenen. Met monteren nu is het belangrijk. Maar ook straks voor het schoonmaken. Maak een gaatje erin. Invliegopening. Aanvliegstokje aanzetten. Onderkant is klaar. En nu ga ik de muts erop zetten. Snij hem nog een klein beetje op maat. Even passen of het past. Aftekenen. Klein slip erop. Ik doe nooit al te moeilijk met al het krassen. Het gaat bijna altijd goed. Wat wel belangrijk is, is dat je hem even heen en weer haalt als je hem op elkaar zet, zodat hij zich goed vastzuigt. Vanuit de binnenkant druk ik hem aan. Geen stukjes overslaan, dat is toch wel belangrijk dat de lucht eruit gedrukt wordt. Nog één ophanggaatje erbij, sponsje erlangs, vorm erin en er is weer een vogelpot af.